Zo, goedemorgen allemaal. Ja, ik moet gewoon vloggen. Ja. Super leuk dat jullie kijken. Het lijkt net of ik net uit de hemel kom door dat licht, door dat witte TL-licht. Laat ik even leuk gaan staan. Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. En ja, ik zit vandaag eigenlijk gewoon weer op school. Vanavond ga ik gezellig met Wouter naar een dansvoorstelling kijken. Dus dat is ook heel gezellig. Dus ja. Het wordt vandaag weer een enige dag. Vergeet even niet een duimpje omhoog te doen. En vergeet even niet te abonneren. Kijk jongens, dit is dus dat setje. Dat vind ik nu even passen leuk. Nou jongens, kijk, ik heb het aan. Leuk hè? Het is even heel anders. Dit ben ik eigenlijk niet. Eigenlijk ben ik dit niet. Maar goed. Zo'n jasje is altijd leuk om te hebben. Ja. Hoe heet ik? Ja. Jongens, net heel emotioneel, want vandaag zijn de laatste Franslessen in onze hele... Te emotioneel. Heel apart. Mevrouw, ik vind het wel emotioneel hoor. Het is wel de laatste les. Ik heb zo'n zin in de quiz, straks. Ja, dat gaat gezellig worden, echt waar. Oh my god. Dat vind ik heel erg hard. Ja, sorry, er zit gewoon ontzettend veel snot in mijn neus. Omdat je zeg maar, als je dan heel hard gaat verdienen, ja. Als je net... Hoe ga je je voorbereiden op het examen? Nou, niet. Nee, ga weer. Nee. Ach, dames en heren. Nou, wat match ik trouwens bij dat bord. We zetten even au revoir, want het is het einde. We hadden net ook heel emotioneel bij Duits ook afgesloten. Nou, nu even en français, au revoir. Dat is niet helemaal... Ah, Wouter! Bonjour! Ach, je liep voor het laatst het Franse lokaal in. Lekker. Nou! Let's dance. Dit? Ja, die is nou leuk! Zo, even opnieuw. Nou! Checken. Okay. Nou, jongens. Oh, oui. Nou, we gaan lekker Zeeman Cliche doen en lekker een petit peulen drinken. Hele cakejes, hele lolly. My toast, ik heb Santé! Santé! Kaas. Ja, kaas! 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 We maken geen schijn van kans. Nee. De prijzen. Maar wij hebben niet gewonnen, dus wij krijgen niks. Wat leuk! Oh, Nutella! Ik ga staan de ovatie zelfs van mevrouw. Oké, wij zijn nu klaar. En wij gaan vanavond natuurlijk naar die dansvoorstelling. Alleen Laura, die heeft haar beoordeling nu bij de kunst. En wij kunnen in principe leuk kijken, maar we moeten haasten. Dus hij loopt zo snel, dus ik moet hem even bijpakken. Ja, kom op. Ik hoor een heel muziekfestijn hier. Zo. Nou, het was weer echt een waanzinnige dag, maar ik ben spuugzat. Spuugzat. Spuug en spuug en spuugzat gewoon. We zitten ook nog een beetje te discussiëren waar we willen eten. Ja, we hebben meer opties. Eigenlijk weer die Burger King. McDonald's voor avondeten vind ik armoedig. Nou, McDonald's, hartstikke lekker. Nee, kijk, bij Burger King herken je zo'n vlees van de burger nog ineens, maar bij de McDonald's niet. Nee, dat is zo niet waar. Ja, Ellie. Nou laat maar weer. Ja, van piano. Ja. Maar ja, weet je, eerder als je daar zit, dan is het alweer 8 uur. Dan is dat de voorstelling alweer. Dat is het ding. Nou ja, krijg een lange arm. Ja, godzie. Ja. Dus wij stoppen nu even. Ja. Wacht even, wat is je eerste reactie? Wat leuk! Wat zie je er leuk? Jij ziet er één. Ja, mijn nou. Naam. Wat doe je dit goed? Ja, wij dachten wij komen. 8,5. Haar zweet staat helemaal tot in de naad. Maar kijk, dit is dus haar kunst. Mag ik dit filmen? Copyright. Oh, maar wat is dit voor iets raars? Nou. Ja, dat is raar. Dat is leuk, ik vind dat leuk. Oh, nou, ik vind dat heel apart. Nee, maar Laura, oh, dit vind ik waanzinnig. Die pauwenhakken. Ja, Laura heeft dus haar eigen dingetje hier ook allemaal.
En ja, dat heeft ze dan zelf gecreëerd en dan krijg je ze dan de cijfer voor. Ik vind deze heel mooi. Prachtig deze, zeg. Ja, enig. Ja. De beste wensen vooral nog. Natuurlijk wel. Nou, we zijn klaar. Nou. Het is nog ineens half tegen. Nee, ik wil echt even toch een Burger King. Ik wil even iets vettigs. Ik wil helemaal tot rust. Ja, hè? Ja. Je hoort de vogels al knisperen in de bomen. Nou, meer elektrische auto's. Oh. En ja. Nou, en dan is het gewoon bijna vakantie, hè, kind. Oh. Alleen morgen nog en dan zit het er weer op. Zo. Dan is het alweer klaar. Dan zie ik jou gewoon pas weer bij het eerste examen of zo. Godsamme. Dat is echt vreselijk. Nee, ja. Kijk, Wouter, nou, dit is dus de plek waar ik dan altijd bij Nadine gezellig zit. Met Christy. Oh, is hier. Zo gezellig in de avond. Helemaal waanzinnig druk hier. Helemaal bomvol. Oké, okay, Burger King it is. Nou, nom 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 nom, lekker eten. Nou, als wij straks weer lekker naar school gaan, dan gaan we weer even een NOS opnemen. Want, ja, dat komt gewoon. Weet je? Een dag geen NOS is een dag niet geleden, zeg ik maar zo. Niels HLV is een flat ingestort wegens 2 gasexplosies. En er zijn 0 doden. Nou, we zijn ongelooflijk goed bezig dus. Zoals jullie zien. En 3 pandabieren zijn doodgevonden in een dierenparkje in Duitsland. Dit is bizar. In Beeldhoven is een flatgebouw ingestort wegens 2 gasexplosies. Er zijn 0 gewonden gevallen, maar omwoners zijn geschokt. En verder heb ik nieuws vandaag. Kinderchocolade-eieren moeten per direct uit de schappen worden gehaald wegens salmonella-vergiftiging. Zo'n 100 kinderen zijn mogelijk al besmet. En 3 babypanda's zijn geboren in Duitsland. Dit is waanzinnig volgens hun. Goedenavond. In Beeldhoven is er een flatgebouw ingestort wegens meerdere gasexplosies. Dit gebeurde rond het middaguur. Dit was het NOS Journaal met ons belangrijkste nieuws. In Beeldhoven is een gebouw ingestort wegens gasexplosies. 0 doden. Vanavond in nieuws hier nog meer nieuws over morgen wegens de Koningsspelen. Fijne avond. Oh yeah. Oh, touch it. Cause every time I see you. Oh, kijk. Nou maak ik het even een hele andere kant mee. Zo. Ja, ik heb Wouter heeft ons waanzinnig in het midden kunnen neerplaatsen, zeg. Normaal, nee, in vlog 1, toen wij ook naar het NDT gingen. In vlog 1 alweer, hè, Wout? Niet normaal. Toen zaten wij daar helemaal en dan had je toch schuiner blik. We hebben nu opeens een twijfel. Begint het nou om 8 uur of om 7:45? Ja, 7:45. 7:45. Nou, weet je, gewoon helemaal weer vreselijk. We konden gewoon nog iets, een lekker theetje drinken. Oh, nou kan nu nog steeds eigenlijk. Ja, maar kijk, al die arme mensen moeten helemaal hun benen optrekken dan. Oh, ik was ook niet goed. Wat het nog langer NOS kon doen. Oh ja, veel langer en uitgebreider. Nou, we gaan nu door naar de tweede helft. Tweede helft. En we hebben er heel veel zin in. Twee derde. Oh, twee derde. Ja. Paasbloemen, jongens, de paasbloemen. Maar kijk, want ze lopen er zo meteen zo heel raar overheen. Ja. Nou, het derde deel gaat eigenlijk al starten. En het vorige deel was ook heel goed hoor, heel gaaf. Toen was het heel raar. Ja, met camera lens is ook vies hoor, dus het heeft vlekken. Maar ik ben te lui met schoon te maken.
zover. Dit was het. Nou, ik ben er stil van. Dat was echt een succes. Wel. Ik hoop. Maar het is 22:30 s'avonds. Ik hoop dat onze pasjes op de school werken. Dit is het moment van de waarheid. Doet hij het niet? Hij doet het niet. Nee, dat is een grap. Oh, wat erg. Hij doet het niet. En nu, deze deur. Nee, Wouter, serieus? Dus we moesten echt even helemaal naar de receptie. Jezus. Om die deur over te krijgen. Onze pasjes zijn gedeactiveerd nu. Oh, kijk de patio. Oh, wij zijn gewoon in de school als enige. Ja, maar kijk, de lichten zijn helemaal uit. Oh, ik wil er nu echt lopen, maar ik weet misschien... Nee, dan gaat het alarm af. Gewoon achter de balie. Kind. Nou, goedemorgen. Ja, een blauw briefje. Hey, goedemorgen. Hoe kan ik u helpen? Oh. Nee, niet doen. Jawel. Nee, echt niet. Hoezo niet? Nee. Nee. Die intercom. Nee, Jesse. Hoezo niet? Wat zou er kunnen gebeuren? Nou, door het hele gebouw. Nee, hè? De hele verdieping hier. Nou. Ja, ik wil het nee, doen. Dan wil ik eerst nog even... Ja. Hallo, hallo, hallo. Hallo allemaal. Ik ben klaar nu. Ik was dat niet aan. Hallo? Nee, doet het niet. Nee. Oh. Oh. Oh! Het ruikt hier zo erg naar McDonald's. Het ruikt hier naar McDonald's. Dit is een teken. Ik ruik gewoon die zoute friet met mayonaise. Oké, lieve allemaal, ik ben weer lekker thuis. Ik ga de vlog afsluiten, ik ga slapen. Welterusten, bedankt voor het kijken. Morgen, laatste dag en dan lekker vakantie. Tot morgen!